stickers zijn binnen, jullie zien het. Dus ik ga er ook een paar weggeven, dus hou mijn Insta in de gaten. Ja man, love up, skilly cam, brapapapauw. Ja toch, of niet? We zijn onderweg naar het Toffle Festival, maar er is nergens parkeerplaats en nu gaan we gewoon proberen wat we vaker hebben gedaan. We gaan doen alsof wij... Ik ben niet aan de lijn. Ja. We gaan doen alsof hij artiest is. Hij is ook artiest. En we gaan via de artiesten in gaan zetten voor het Toffle Festival. We hebben ineens een kaartje, we gaan gewoon proberen om binnen te komen. Ja man, wat nog wat. Hey. Yo, goedemiddag. Hey man, ik ben hier naartoe begeleid door collega's van jou voor artiesteningang. Rechtdoor, de einde van de straat. Hier naar rechts? Ja. Oké, okay, top. Thanks, dankjewel man. Alright. Fase 1 is gelukt. Waar moeten wij parkeren? Hier, artiesteingang. Oké. Zo, hebben we dit even goed geregeld of niet? Wat is dit dan? Maar we moeten er ook nog zorgen dat we naar binnen komen. Ja? Waarom niet? Nou, soms zijn we ook even een keer om meer doen. Sometimes you lose, you gotta take a L. Ja, we hebben het geprobeerd. DJ Rush, mokken jou. Je hebt ons niet. Je hebt ons niet op de lijst gezet. Zou het voor je vloggen? Ja man. Nee, je staat echt fok op. Nee. Maar ja, nu moeten we weer helemaal omlopen. We gaan gewoon proberen een taxi te klemmen hier zo. We hebben gewoon even een taxi gepakt hoor. Hey. Heb je het gewoon een keer geregeld? Hey, we hebben daar gewoon binnen, man. De rest hebben we het even geregeld. Geen kaartje, geen kaartje. Geen kaartje, niks. We zijn gewoon binnen, man. Dit was mijn tijd. Als dat geen zuipen wordt, zeg. Oh. Midden op de snelweg. Zo zijn met die kleintjes.
kunnen niet binnen gaan roken met die kleintjes. Nee, nee, nee. En, nooit. Never ever. Never ever. Never ever in life. En wat gaan we doen? We gaan naar Caribabad. Lekker zwemmen. Gaan lekker zwemmen. Bommetjes maken. Yes, yes, we zijn er. Caribabad. Jullie lekker zien het. Had wel mijn handje mee. Maar kijk, ik heb hier een zakje gevonden. Kijken jullie af en toe. Kijken jullie af en toe naar die Amerikaanse stacks. Rappers, hoe ze stacks trekken. Kijk mijn stacks. Hola de stacks. Skillycam stacks. Ja. De stickers zijn binnen, jullie zien het. Dus ik ga er ook een paar weggeven. Dus hou mijn Insta in de gaten. Ja man. Love up. Skillycam. Brapapapau. Ja toch of niet? Kijk eens. De eerste is een feit. We gaan hem hier zetten. Skillycam. Bam bam. Ja man. Sticker bomrush gaat weer gebeuren. Ik heb een plak gevonden voor mijn stickers. Nee toch? Dus voortaan zijn er altijd stickers. Lekker chillen hoor. Heerlijk man. Gaan we het eerst met hem in een badje. Matchday. Maar niet zomaar een matchday, want het is het afscheidsfeest van Derek Kuyt. Ja, lekker man. Ik ben weer een beetje aan de late kant. Het is 5:06 om precies te zijn. Ik moest naar huis, ik was die GoPro vergeten. Echt ellendig jongens, jongen, jongen, jongen. Nu ben ik weer aan het haasten, want ik had afgesproken dus de Bijlandse Laan. En mijn maat zit daar dus te wachten, dus ik kan hem niet alleen laten. Maar ja man, afscheid van Derek Kuyt. Wat is mijn kaartje eigenlijk? Ja, ja, Derek Kuyt. Ja man, ik heb er zin in. Derek Kuyt heeft echt veel voor ons betekend man. Die man is een ware legend. Een ware legend. Ja man, hij heeft het geflikt gewoon. Waar we 18 jaar op hebben moeten wachten, heb hij gewoon even, ja. Hij heeft het niet alleen gedaan, maar je weet toch, zonder hem was het ook niet gelukt. Daarom, ik heb die tatoeage van hem gezet. Je weet toch, Derek Kuyt voor life. Feyenoord voor life. Voor life. Ja, jullie zien het, ik heb mijn biertje te pakken. Hij heeft zijn biertje te pakken. Ja, ik loop namelijk uit. Nee, nee, ik ga God kijken. Wat zou je het filmen op, man? Wat zou je het filmen dan? Skillycam vlogs. Nee joh. Tuurlijk man. Nee joh, zegt hij dan. Tuurlijk man, je moet even kijken man. Hij zegt nee joh. Die gozer springt uit een vliegtuig, heel de tering zo. Ja. Jij? Hè? Nee, hij niet. Nee, hij. Hey, maar Aya, wie gaan we eigenlijk checken? We gaan naar kerkdienst vandaag. Dus afscheidsdienst van de paus. Zo, even snel een kleine pitstop, of niet pik? Ja toch? Voor een paar bieries. Dan kunnen we weer verder. Kijk wat op Zuid gebeurt, hè? Best restaurant award, we zijn genomineerd. Ja, geen geintjes nou. Weet je dat? Hij heeft hem nog gewoon ook. Ja, dat zeg ik. Natuurlijk. Geen geintjes, lekker hoor pik. Laten we even voor je checken, kijken. Hij heeft niks met zijn eten te maken, hè, dat hij heeft gewonnen. Feyenoord Thijssen Chili Wok. Hé, ik wist dit niet eens, man. Zijn bier staat gewoon altijd koud, daar heb je het. Hij doet een tuin. Hij doet een tuin. Door de biertjes, hè? Al die Feyenoorders hebben natuurlijk gestemd op hem. Want ja, die loopt hier langs. Oké, hey, nou, pik. Fijne dag verder, hè. Oké, let's go. Heren, proost. Proost, man. Proost, jongen. Proost, hè. Ja, man, zo geschikt, man. Gewoon man. Ah ja, zeg in één keer. Hey. Was het maar zo genoeg hè? Hey. Vonk. Hey, oh, nee, maar ik ga ook al naar de Kuip hoor. Hey. Hoppatee. Ja, doe dan joh. Kijk of nou bang zijn. Voorzichtig hè. Voorzichtig hè. Je rijdt ook meteen heen. Ja, ah, joh, man joh. Even stikken die. Dan was het weer lastig te doen hier hoor. Jongen. Het is maar dat je kaal bent en je grijze haren niet kan zien, want dan ben je veel te moeilijk bezig jij. Juist, iemand heeft hem al hier gegeven net. Laat jouw kart zien. Let jouw kart zien, oké, let's go. Ja, hij heeft daar kaart gekregen. Niet eens, hij heeft van iemand anders kaart gekregen, ja en dan. Kijk hier, hij krijgt van iedereen kaart. Hij krijgt van iedereen kaart, laat hem gewoon naar binnen. Ja man, kom man. Kijk hier, hij heeft 2-1 kaarten, wat is dat? Ja, kom man. Steven Tjala. Hé? En dan komt Garcia van de veld in.
Hé, hey, ben je lekker met papa mee? Hè? Ja, lekker knuffelen met papa, goed zo. Ik ben Dirk Kuyt. Alias Gordy. Alias God. Face-swap. Lekker pik, Rasta Kuyt, Rasta Kuyt, Rasta Kuyt. Hoi, hoi. Ze hebben net die andere wedstrijd gespeeld tegen Lina Zelftal. Jullie waren toch te laat? Ja. Nee, pleur op. Ja, jij ligt. We willen ons weer in de maling nemen hier. We waren weer te laat natuurlijk. Kijk, Kuyt heeft zich gewoon even omgekeerd. Hij gaat gelijk in play. Waar is die? Waar is die? In de dinges, broer. Nederlands elftal gaat die play. Heen ze rustig van kampioen. Ja, op mijn rug. Ja, je laat lekker zitten. Je hebt zeker die rasten weer geplakt. Zo. Hey, Steven Jarra staat gewoon in een Feyenoordje. Hey, man. Hey, wees een shit. Wees een shit. Dat is wel heel gek. Ja, die shit okay. Wil ik wel. En wij hem pakken. Dat was een hele mooie moment. Een hele mooie moment. Hij is nog net vol in beeld, hè? Ja. Kuyt. Hè? Heerlijk, man. Echt mooi om te zien, hoor. Lekker, hoor. Hé, man. Dudek, man. Hé. Kom, man. Dudek. Dudek. Heerlijk, hoor. Hè? Ja, man. Dat is echt mooi, hoor. Heerlijk. Skillikamp. Stone Island. Hé. Wat? Doe even op, jij. Doe even. We hebben betaald voor de wedstrijd. Voor een forum. Kuyt. Gelijk, wat is hier? Gelijk. Dit is de kans. Zie dat Ronald Koeman als coach van Feyenoord Dirk even naar voren roept. En dat wordt Jurgen de Vries zijn bedenken om. Hij komt gewoon bij Feyenoord op plek. Hij is nou op de lat, ik zal lachen. Ik ga één keer terug naar het gevoel van vorig jaar. Ja, ik moet het zeggen. Nou moeten we naar de kampioenschap. Naar de kampioenschap moeten we nou weer. Zelfde reactie? Ja, zelfde reactie. Met z'n allen. Wat ken je, hè? Die gevoel zit er niet bij. Huilen, juichen, weet ik veel. Ja toch, tuurlijk, man. Die skilly camp. Bang. Ja toch. Kuyt toch gewoon het vak op. Hij is echt holy shit, man. Alle supporters, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn management, mijn familie, mijn vrienden. Wat voor mij ook belangrijk is, mijn moeder. Soms hard voor elkaar moeten zijn, maar uiteindelijk na 18 jaar en dat zie je ook hier gewoon staan dat de andere spelers hier staan en dat de voorkant spelers. 18 jaar, kampioen. Respect, heerlijk. En zonder jullie allemaal was dit niet mogelijk. Dank u wel. Jij bedankt, Kuyt, jij bedankt. Legend. Legend. Oh, yeah.
dank. Water. Alles stabiel, hè? Ja, hij was er ook gewoon weer. Stabiel. Kijk dit eens naar je. Doorgaan. Heel grappig. Hé, hey, luister, check deze. Check deze. W1. Geen geintjes. Ah, je hebt wat gefixt hoor. Geen geintjes. Kijk eens. Even snel wat gefixt voor ons. Want Dirk. Jeetje. Eigenlijk heb ik hem niet gefixt. Dirk heeft hem gefixt. Dirk heeft hem gefixt. Eigenlijk heb ik hem niet gefixt, ja. Iedereen kijkt naar Aya. Van hé, hey, wat gebeurt er nou allemaal hier? Jongens, allemaal bedankt dat jullie op mijn afscheidswedstrijd waren. Vind ik echt geweldig. Maar nu ga ik naar huis. Hey, kijk, hoe vond je het? Ja, het was echt een mooie wedstrijd. Ja. Ik vond het echt mooi om van Legioen zo'n afscheid te krijgen. Ja. En natuurlijk iedereen waar ik mee samen heb gespeeld bij Fener, bij Liverpool. Je hebt ook nog met Feyenoord even gespeeld zelfs. Feyenoord, ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar? Gerard zou eigenlijk ook niet meedoen. Maar we hebben besloten van, ja, als we er dan toch zijn, laten we het gewoon een feestje maken. Ja, precies, precies. Maar ja, nogmaals, Boetjes is gewoon een stap terug. Boetjes is gewoon een stap terug. Kijk, Rasta Dirk. Hey, kom, kom. Ja, Dirk. Ja, toch. Nee, dat gaat natuurlijk. Hij was zo bier drinken. Mooie sticker onder die FRFC. Zet hem netjes, hè. Hier komt het hele menu, kijk, staat al klaar. Ah, hier staat hij. Voordat die menu er is het ook alweer 10 jaar lang. Ja, vaak. Ja, joh, niet, ja, joh.